Van Ginkel voorop bij PSV. Het dondert en het bliksemt. Het enige wat hier niet aan de hand is, is dat het meters bier regent. Maar dat kan misschien nog. Een beetje afhankelijk van de uitslag. Bottekin dus de grote man vorig jaar. Bergwijn. Hij heeft te maken met Haps. Hendricks en Brunet. Gaat natuurlijk naar zijn rechter. Geen buitenspel, Locadia. De Jong bij de eerste paal en achterin Pereiro! 1 minuut en 53 seconden bezig en PSV met de eerste, de beste kans, al op voorsprong. Gaston Pereiro opent de score in deze wedstrijd. Aan ieders aandacht ontsnapt Pereiro. En dan maakt hij het goed af. Tot grote opluchting van Philippe Cocu en de rest van PSV. Is de voorsprong er voor de Eindhovenaar. Ja, vroege tegentreffer tegen City. Nu weer een vroege tegentreffer tegen PSV. Dix. El Amadi. Dus moet Isimat verdedigen. Dit is Berghuis dan maar met rechts. En Zoet heeft hem. Het is ook wel fijn dat dat meer en meer terug in de wedstrijd. Berghuis. Sliding. Dit is een vervelende botsing. De Jong ligt geblesseerd op de grond. En ik geloof niet dat er van smerige opzet sprake was. Of gaat nu toch de kaart naar Berghuis? De kaart gaat naar Berghuis. De pijn is overduidelijk bij Luc de Jong. Ja, hij komt dus kennelijk niet terug. En dat is al een fikse streep door de PSV-rekening. En dan is Lammers zijn vervanger. Wegkop is van Toornstra in één keer. Hendricks! Natuurlijk. Toornstra. Vilena wil wel. Vilena krijgt ook mee. Vilena de 16 in. Struikelt. En de vrije trap is er. En Toornstra gaat het doen. En jaagt hem op de paal. Een fantastische vrije trap van Jens Toornstra. Op de paal. Berghuis. Boetje is al vertrokken. Maar Brunet wint het duel. Bergwijn. Terug Brunet. De linksback is rechts buiten. Goeie bal voor. Bijna Lammers. El Amadi, nee. Brunet zit daar goed tussen. Hendricks. Locadia. Pereiro. Drie man in de midden onder wie Van Ginkel. En dan is het Van der Heijden die daar zijn hoofd tegen krijgt. Arias. Vraag van Bergwijn. Achterin leggen Van Ginkel. Lammers. En Locadia, Paul Jones. Geweldige kans op 2-0. Geweldige reflex van Jones. Ja, dat is de Vilena die om zich heen keek. En daar dook ineens Van Ginkel voor. Dan de overtreding Berghuis. Oh, Berghuis! Die krijgt zijn tweede geel. Dus is het rood. Dus hij eraf. Ja, Kuipers kan er niet heel veel van maken. En dan kan je zeggen, het is te makkelijk. Maar dit is gele kaart waardig. Omdat hij er een aanval met mogelijkheden uithaalt. Berghuis. Ja, PSV begint ook steeds angstiger te worden, zo lijkt het. Maar ze in de eerste helft nog wel eens druk zetten. Op het moment dat Feyenoord balbezit had op de eigen helft, lopen ze nu veel al terug naar achteren. En dan krijg je de schater zoals hier. Kijk het verschil tussen waar de laatste lijn loopt en waar de middenvelden staan. Er sluipt dus angst in de ploeg bij PSV. Dat is een goede bal. Daar komt Bottekin. En die scoort, of niet? Ja, we hebben geen doellijntechnologie. Hier niet. Dat hadden we toen in de Kuip wel bij die wedstrijd. Die vorige wedstrijd tussen deze twee ploegen. Had hij hem voor of had hij hem achter de lijn? Dan is dit voor, dit is dit voor, nog steeds voor. En daar blijft hij ook. El Amadi net te ver aan hem voorbij. Vilena, Toornstra aan de buitenkant. Bal scherp voor. Dix neergelegd tenminste. Dat is wat hij claimt.
Ja, er is wel weer het contact. Dix. Gespeeld de bal aan Ramselaar. Ramselaar, Locadia, linkerkant. Lammers ook mee. Locadia. Ook Van Ginkel komt erbij. Pereiro komt erbij. Ja, Botteguin blijft gewoon staan. Amrabat met Hendricks. Amrabat nog steeds. Eén man voorin. Dat is Boetius. Nou, knap! Oehoe! Ja, dat geldt voor... Jazeker, het schot, maar toch ook. Met name voor de redding van Zoet. Amrabat laat goed lopen voor Boetius. Amrabat met Brenet. Tussendoor die bal. Ja, goed gegeven. Boetius terugleggen nu. Oh, Boetius. Prachtige actie. Toch! Wat een gigakans voor Jens Toornstra. Locadia. Die van de bal afgelopen. Niet voor het eerst. Amrabat. Voor het schot dat naast gaat. Bij PSV is overduidelijk de angst voor een tegentreffer veel groter dan het lef om de definitieve beslissing te forceren. Vilena houdt hem binnen, krijgt hem voor. Zoet blijft staan! En dan is daar toch weer een kansje. En ze komen af en toe uit het niets, maar vaak vanaf de zijkanten toch verrassend de ballen voor. Amrabat. Basacikoglu. Botteguin. Deze is voor Locadia, raakt die bal niet vol. Boetius. Terug waar Vente de lucht in gaat. Waar Botteguin de lucht in gaat. Waar Vente nog wat probeert. Waar Lammers de bal heeft. En langs Dix glipt. Dan is alleen Amrabat dan nog. Daar gaat hij ook langs. Locadia is mee. Ramselaar is mee. Lammers pakt de tijd. Wint tijd. Maar de mislukte paas zorgt ervoor dat Feyenoord misschien nog één keer kan. Vilena. Waarom dat gepriegel achterin? Want daar is ook de laatste kans verkeken en is er inderdaad de opluchting bij Cocu en de zijnen. Is er inderdaad de opluchting bij PSV dat een paar keer nog bijna de rekening van de angst gepresenteerd kreeg. Pereiro maakte de goal, maar wat was PSV in de tweede helft bang